In de vierde mars vandaag en dan start ik Jet van Dam voor de Flying Bikes. Danielle Girl Westmaas voor FCC de Bissing Crosses. Ilona Geurtslast voor Nijkerk. Mieke Brands voor de Woofers. Anita Bakkenes voor de Flying Bikes. En Anita van der Mortel, zij scoorde louter eentjes voor FCC de Woopers. Dames, succes! Oké, en wie kan ze dan? Ja hoor, dan gaat ze weer als eerste uit dat hek. Het rappe dametje, of dame mag ik wel zeggen, want ze heeft al heel wat jaren fietskoers achter de rug. Maar ze kan nog altijd fietsen. Anita van der Mortel opnieuw op positie nummer 1. Bakkenes op 2, Brands op 3. Dan zien we Danielle Geul op 4, Jet van Dam op 5. En dat betekent dus dat Ilona Geurts op positie nummer 6 ligt. Maar die gaat dan nog even naar 5 terug. Maar wat, het is gewoon een beetje net niet lukt. Dat gaat graag wel lukken. Ze scoort alleen maar eentjes. Miss Anita van der Mortel. Zij gaat hier gewoon achterhoekskampioen worden. Anita Bakkenes wordt 2. Oh, daar zien we nog een kleine valpartij. Gaat dat goed of gaat dat niet goed? In ieder geval gaat dus de winst naar Anita van der Mortel voor FCC de Woopers. En op de tweede plek Flying Bikes met Anita Bakkenes. En op positie nummer 3, Mieke Brands.